allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Ja, waarom zit ik nou zo te smijlen? Dat is dit stukje. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Het is vrijdag vandaag en het is ook woensdag. Mooi hè, twee dagen in één ding. Nee, het is woensdag. Dat stukje dus. Dat was mijn vorige, mijn eerste poging om een intro op te nemen voor deze vlog. En ik zeg gewoon heel leuk, het is vrijdag, maar het is dus woensdag vandaag. Nou, gaan we even overnieuw beginnen. Daar komt ie hoor. Het is woensdag vandaag en de week is weer doormidden. Vandaag lekker gewerkt met gewoon Joost. En ja, super, hartstikke leuk. Vanavond ga ik als het goed is met hem livestreamen, als hij weer niet in slaap valt natuurlijk. Dus vanavond is er weer een livestream. Ik ga vanavond ga ik ook even een speciale decembervlog opnemen. Een decembervlog in november, oké. Een aankondigingsvlog. Een aankondigingsvlog voor december. Ja, ja. Decembermaand wordt druk op It's Ultrex. We gaan nog een dag naar de Efteling. We gaan nog een dag livestreamen. 12 of 24 uur stream. En ik ga nog... even kijken, naar de Winter Efteling ga ik. Ik ga livestreamen. 24 uur, 12 uur. En ik ga nog... Er komen nieuwe delen komen er op de vlog, te staan, op de website te staan. Op de website, op het YouTube-kanaal. Ik ben vandaag helemaal in de bonen. Ik praat alleen maar onzin. Wat is dit slecht? Er komt dus ook nog een... Nu ben ik het weer kwijt. Oh man, dit is echt slecht. Er komt ook nog een speciale december editie. Speciale december editie, wat bedoel je daarmee? Er komt, ik denk dat ik dat maar één keer in de week ga doen. Ja, ik denk dat ik het maar één keer in de week ga doen. Eén keer in de week. En dan denk ik bij mijn eigen gewoon dat woensdag het makkelijkst is. Lekker in het midden van de week. Is er een december special. En dat is... Dit was 2017. Ik heb het er al een keer eerder over gehad. Dat zijn dus... het is dus in december. Dus het wordt dan vier keer. Dus dan moet ik even kijken hoe dat werkt. Maar dan komt er dus een speciale editie van... Dit was 2017. En daarmee alle hoogtepunten... van mijn eerste jaar als YouTuber. Nou, is dat niet even leuk? Een beetje een terugblik... van mijn periode, mijn allereerste jaar, als YouTuber. En ja, dat komt dus op mijn kanaal te staan. Ga ik delen van maken. En ja, ik denk dat ik er nog leuke teksten bij doe. En misschien wel leuke stukjes ertussendoor dat ik aan het praten ben. Dus dat wordt wel heel erg ontzettend leuk. En dat wil ik eigenlijk in vier delen wil ik dat eigenlijk doen. Nou, ik ga zo even hapje eten. Het is inmiddels tien over zessen. Dus ik ga het zo even hapje eten. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Morgen heb ik nog een nieuwe cursus die ik ga doen. Van mijn werk. En die ga ik dus morgen doen. En dan is het... even kijken, morgen is het donderdag... En dan is het precies nog twee weken voordat ik vakantie heb. Ja, ja, ik ben de hele maand december ben ik lekker vrij. En dan ga ik dus lekker in december ben ik dus lekker de hele dag thuis. En dan kan ik lekker nog dingen gaan doen. En kan ik dus ook nog speciale specials gaan opnemen. En de vlogs worden langer, want ik heb meer tijd om te vloggen. Dus nou, als dat niet allemaal goed nieuws is, dan weet ik het ook niet meer. Ik denk wel dat jullie het ontzettend gaaf gaan vinden. Ik ga natuurlijk ook nog leuke dingen doen. Ik ga bijvoorbeeld nog naar, naar de Winter Efteling. En ik ga nog livestreamen. En ik ga nog
de speciale editie maken van Dit Was 2017. Nou, in ieder geval een hele hoop leuke dingen die jullie binnenkort allemaal op dit kanaal kunnen verwachten. Ik zei gisteren al van waarschijnlijk in januari, februari ga ik een jaarabonnement nemen op de Efteling. Dus dan zal ik ook heel vaak in de Efteling te zien zijn. En daar zullen daar ook vlogs van komen. En dan vergeten we natuurlijk niet de vlogs van Feyenoord. Als Feyenoord thuis speelt, dan ben ik natuurlijk niet in de Efteling. Dan zit ik in de Kuip. En dan kunnen jullie ook leuk vlogs verwachten van alle wedstrijden van dit seizoen van Feyenoord. Nou, ik ga even hangen. Het is een hele hoop informatie. Maar ik denk wel dat jullie ontzettend leuk vinden. En de decembermaand is eigenlijk wel heel erg ingepland al met dingen en zo. Dus er staat weer een hele hoop leuke dingen staan er te wachten op mijn kanaal voor aankomende december. Nou, ik ga lekker even een hapje eten en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Zo, en het is inmiddels 10 minuten voor 7:30 en ik ben net terug. Even lekker wezen eten en ik stap net de deur weer binnen. Het is koud buiten, de kachel is lekker aan. En ongeveer over een uurtje ga ik beginnen met de livestream van vanavond. Ik heb er heel veel zin in ieder geval. En we gaan wel zien wat het vanavond wordt, wie er vanavond allemaal komen. Dat gaan we wel zien. Ik ga zo even de aankondigingsvideo even opnemen. Die hebben jullie vorige week gezien. En dat ga ik nu even doen. En dan kijken we later wel even verder wat ik nog verder ga doen. Ik ga nog even een uurtje even uitrusten. Want over een uurtje dan is het zover. Dan gaat de livestream weer starten voor vanavond. Joost die zou in ieder geval komen. Dus ik hoop dat Joost nog komt. En voor de rest zie ik nog wel wie er allemaal komen. Nou, ik ga er even hangen. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en het is inmiddels 11:30. Ik ga naar bed toe. Maar de computer die zal even aanblijven. Want ik ben nog volop bezig met het uploaden. Ik ben er momenteel twee tegelijk aan doen. Vlog 186 en vlog 187. Dus die staan bezig en 187 duurt, 186 duurt gewoon 2 uur en 35 minuten voordat die pas klaar is. Dus ik denk dat die wel de hele avond staat te uploaden hier, de computer. Maar dat maakt niet uit. We gaan hem gewoon uploaden. En dan staan er alweer twee, gelukkig staan er alweer twee online, zondag en maandag. Moet ik alleen dinsdag, woensdag en deze vlog nog eventjes. Of dinsdag en deze vlog moet dan nog eventjes uploaden. Nou, ik heb net een livestream gedaan. Ik heb 2 uur met Joost en Rob GTA 5 gelivestreamd. Het was weer super gezellig. En ik blijf het zeggen, jongens. Iedereen hartstikke bedankt. De livestreams zijn echt de GTA livestreams zijn echt toch degene, de filmpjes, de livestreams die het allerbeste bekeken worden op mijn kanaal. Grand Theft Auto 5 op mijn kanaal is echt een hit en zijn toch aardig wat bezoekers en kijkers die graag en het ook leuk vinden om mijn livestreams van GTA te zien. Dus dat was wel even super. Ik heb net nog even met Kevin nog even op Skype gezeten. En nog even met Tatjana. En dat is een nieuwe Skype vriendin van me. Uit België. Super gezellig. Hartstikke leuk. Skype altijd heel erg leuk met haar. Ik vind het echt hartstikke leuk om met haar te skypen. Tatjana, bedankt en een dikke zoen voor jou.
En ja, als dat hartstikke leuk. Ik heb echt hele leuke abonnees. Ik heb echt hartstikke leuke fans. En ik wil gewoon iedereen nog steeds een keer hartelijk bedanken voor alle leuke reacties. En alle leuke, ja, leuke reacties en leuke chats. En dat het zo hoop bekeken wordt. Want dat mag ook wel eens gezegd worden. Want zonder jullie ja, is er ook geen kanaal. Kijk, zonder mij, als ik geen filmpjes meer post, is er geen kanaal meer. Maar als jullie niet kijken, is er ook geen kanaal. Dus wat dat betreft is het eigenlijk een beetje een wisselwerking. We maken er allemaal, maken we er gewoon een superleuk kanaal van. Nou, ik ga dan aan deze kant, ga ik lekker naar bedje toe. Ik ben het echt helemaal zat. Ik had trouwens nog een filmpje opgenomen, een mededelingfilm, of in ieder geval een aankondigingsvideo. En die heb ik eigenlijk helemaal fout opgenomen. Veel te veel fouten in. Versprekingen, dingen die ik verkeerd zei, wat helemaal niet klopte. Dus die twee filmpjes die kunnen de prullenbak in. Ja, ondertussen viel mijn camera ook nog een keertje. Dus toen moest ik weer overnieuw beginnen. En die kunnen dus de prullenbak in, want nee, ik ben er niet tevreden over. Ze zijn niet goed en ik wil toch kwaliteit hebben. En het moet er goed op staan en alles moet goed kloppen. En nee, ik vind het toch niet best. Ik vind het geen goede video. Dus hij gaat de prullenbak in en morgen ga ik gewoon opnieuw ga ik hem opnemen. Ik hoop dat het dan wat beter wordt. Ik wou ook nog wat effecten eraan doen, wat ik eraan wil doen. Dat vertel ik nog lekker niet. Misschien is die nog niet online als ik jullie deze vlog kijken. Ik hoop het wel, maar ik weet het nog niet. Want ik wou eigenlijk nog wat eraan toevoegen, maar dat lukt momenteel niet. Kevin heeft ook al voor me gekeken. En dat lukte helaas niet, helaas. Helaas, pindakaas. Dus ik moet nog even kijken of dat ik dat in orde kan krijgen. Maar het wordt wel een hele leuke aankondigingsvideo. Maar ook heb ik een heleboel leuke dingen te vertellen wat er in de aankomende decembermaanden gaat gebeuren hier op It's Ultrex. Nou, ik ga naar mijn bedje toe, de katten leggen te slapen en ik ga mijn mandje in, jongens. Morgen weer vroeg dag en dan gaan we weer aan de slag. En dan moet ik nog morgen dus nog en overmorgen. En dan is het alweer weekend, jongens. En het weekend, ik probeer Kevin over te halen. Ik hoop dat het lukt. Wil ik een berenvlucht opname gaan maken. Maar dat is nog niet duidelijk. Ik probeer Kevin over te halen. En anders wordt het volgende week zaterdag. Dus ja, het is nog even kijken wanneer dat gaat gebeuren. Maar er komt in ieder geval binnenkort, ja, een beetje afgekeken van Kevrijd, komt er dus een berenvlucht. En die berenvlucht die zal gehouden worden in Spijkenisse. Dus dat is wel ontzettend leuk. En ik denk dat dat dan in een wijk gaat. Want anders dan wordt het wel heel erg groot allemaal. Zo allemaal ook. Dus ik denk dat er dan een berenvlucht is, bijvoorbeeld alleen in de wijk. Wat heb je hier voor wijken in Spijkenisse? Bijvoorbeeld alleen Vogelenzang, of alleen Waterland, of alleen Groenewoud, of alleen Maaswijk. Zo wil ik het eigenlijk op gaan nemen. Dat is misschien eigenlijk leuker, omdat ik dan elke keer, als er weer een andere berenvlucht is, kan ik het op een andere locatie doen, in een andere wijk. En dan is het toch een beetje ja, is het toch een beetje een andere locatie, andere gebouwen, andere omgeving. En volgens mij is dat gewoon het leukste, om dat gewoon elke keer in een andere wijk te doen. En ja, als we alle wijken in Spijkenisse gehad hebben, gaan we gewoon naar Hellevoetsluis, of we gaan gewoon naar Brielen,
Of we gaan gewoon naar Rokanje of naar Oostvoorne, weet ik veel. We kunnen het zo gek maken als je zelf wil. Dus wat dat betreft, genoeg mooie locaties om een berenvlucht, berenjacht, berenvlucht op te nemen. En wat denk je anders van het, de Brielse Maas? Dat is ook zo ontzettend prachtig. Ik weet niet of de mensen... er zijn mensen uit deze regio die de Brielse Maas kennen. Ik weet niet of dat er ook nog mensen zijn buiten de regio Rijnmond die kijken naar mijn filmpjes. Maar de Brielse Maas is een soort watergebied met heel veel groen ook en heel veel bossen ook. Dus dat is echt een prachtlocatie om daar een keer een berenvlucht, berenjacht op te nemen. Nou, tot zover even alle informatie. Jongens, ik zou zeggen allemaal de groetjes van deze kant. Ik zou zeggen, doe even het blauwe duimpje de lucht in natuurlijk. Altijd, hè. Altijd dat blauwe duimpje de lucht in doen. Dan komt het allemaal helemaal in orde. Ik ga lekker slapen. Ik ga lekker mijn mandje in. De computer doet lekker zijn werk en die laat ik lekker aanstaan. Dus die blijft gewoon lekker vanavond... Even renderen, even uploaden. Dus dan zijn er in ieder geval vast weer twee vlogs van deze week alweer klaar, gelukkig. Dus dan gaat het allemaal wel goed komen. Ja, ik heb verder eigenlijk niet echt veel meer te melden, jongens. Ik heb alles al een beetje gezegd wat er gezegd is. En dat was hem. Dat was hem voor vandaag. Ik ben benieuwd wat we morgen gaan doen. Morgen kijk ik dus die cursus die ik voor het eerst moet gaan doen. Gezonde voeding. Ik ben er een beetje sceptisch over. Ik heb best zoiets van, ja, waarom moet ik naar die cursus? Ik vind het nou niet echt een cursus voor mij. Maar ik ben opgegeven, dus ik moet gaan. Dus jullie horen morgen hoe de cursus geweest is. En wat ik allemaal heb opgestoken daar zo. Dus ik ben reuze benieuwd. En wat krijgen we nog meer donderdag? Even kijken. Oh ja, donderdag word ik nog gebeld. Dus door de begeleiding. Dus dat krijgen we ook nog. En voor de rest heb ik niet echt veel plannen. Misschien ga ik nog wel even bij mijn buurman even kijken. Ben ik ook al even een tijdje niet meer geweest. Dus daar kan ik misschien ook nog even naartoe om eventjes weer te kijken hoe het met hem is. En terwijl de katjes liggen te slapen, ga ik nu toch echt naar mijn bedje toe. Want ik zeg elke keer wel van dinges. En dan komt er weer een verhaal. En dan zeg ik weer van ik ga slapen. En komt er weer een verhaal. Dus ik ga hem nu echt neerleggen, jongens. Allemaal bedankt voor het kijken. Doe blauw duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog. En druk op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden voor een nieuwe... Als er een nieuwe video is en als er een nieuwe livestream begint. Groetjes allemaal en jullie weten het allemaal. Skabidi, skabadoe, skabadabadoe.